dit land sterven mensen door de wachtlijstproblematiek. Zo simpel is het. En daar dragen politici en die dat toelaten, dat zijn geen moordenaars. Maar ze dragen er wel politieke verantwoordelijkheid voor. Laat je leven niet bepalen door een bureaucratie. Als jij wat kunt, zoek je eigen weg. En daar geloof ik dus ongelooflijk veel meer in. Want iedereen zit over die vergrijzing te babbelen. Dat gaat dan om mijn generatie. Ik ben 54, om het precies te zeggen. Je zult niet snel vergrijzen, schat. Nee, daar gaat het niet om. Nee, daar gaat het niet om. Nou, we zouden als minister-president moeten willen dat voor iedereen de zorg hetzelfde is. Optimaal 100% en een goed bed. Ja, mevrouw, in de hemel zijn we allemaal gelijk, maar op aarde niet. Ja, nee, u krijgt nu een antwoord van mij. Okay. En u zegt mij gewoon even, bij mij heeft het allemaal in mijn leven meegezeten. Het is wel allemaal aankomen waar. Nou, mevrouw, dat is dus niet zo. Dat spreek ik keihard tegen. Het is mij in het leven niet aankomen waar. Ik heb er hard voor moeten werken. Misschien dat de talenten die ik heb gehad, daar ben ik niet over gegaan. Die zijn mij meegegeven door de schepper. En ieder heeft zo zijn talenten. De laatste is de laatste. We houden een keer op. Ik ben ook streng. Nou, en dat is ook heel genoeg goed uit. Hoor. Om dit genoeg land uitleggen. Te leiden moet je ook een beetje streng zijn. Goed. Nou, wel gezien mag worden als een zwarte dag in de democratie van ons land. We zijn zo dadelijk bij u terug. En we gaan dan verder met onze uitzending naar aanleiding van de moord op Pim Fortuyn. Goedenavond, dit is een extra uitzending van het RTL Nieuws in verband met de moordaanslag op Pim Fortuyn. Vanavond even na 6 uur is Pim Fortuyn op het Mediapark in Hilversum neergeschoten. Er werden meerdere kogels op hem afgevoerd die hem in zijn hals, zijn hart en zijn hoofd hebben getroffen. Vlak voor 7 uur werd het duidelijk dat Pim Fortuyn is overleden. En vlak voor 8 uur werd dat officieel bevestigd. Pim Fortuyn is dood en alle andere lijsttrekkers zijn diep geschokt door de moordaanslag op Fortuyn en hebben hun campagne onmiddellijk stilgelegd. Pim Fortuyn was 54 jaar oud. En over de dader van de aanslag is op dit moment nog niks bekend. Om 10 uur komt de ministerraad in een extra vergadering bij elkaar. Even na 6 uur wordt Pim Fortuyn beschoten. Meerdere kogels raken hem als hij het pand van Radio 3 verlaat na een interview. Lange tijd is het onduidelijk hoe het met Pim Fortuyn gaat. Getuigen hoorden 6 tot 10 schoten. Hij zou zijn geraakt in het hoofd, borst en hals. Ambulances en een traumahelikopter zijn snel ter plekke, maar er was geen redder meer aan. De politie zet het gebied af en houdt ramptoeristen op afstand. Politici reageren geschokt. Verkiezingscampagnes worden stopgezet. Wat er gebeurt met de lijst Pim Fortuyn is nog onduidelijk. Nummer 2 op de lijst, Varela, kan de dood van zijn leider nog nauwelijks geloven. Ik zeg niet dat hij als een soort vader voor me was, maar hij kon je inspireren. Gewoon wat hij voor Nederland deed. Hij maakt gewoon wat los en bij mij ook. Ik ben hier van niks naartoe gegaan. 12 februari. U heeft aan de deur aangebeld, hè? Totaal tekort. Ik ben echt kapot. Ik ben echt kapot over wat hier vandaag in dit land is gebeurd. Een moordaanslag. Pim Fortuyn is niet meer. Het is diep tragisch. Ik ben verbijsterd. Het is diep tragisch. Voor de nabestaanden. Voor allen die hem dierbaar waren. Zijn naasten. Het is ook diep tragisch voor ons land. Voor ons land en voor onze democratische rechtsstaat. Dat je er steeds meer van doordrongen brengt van wat er in Nederland is gebeurd. Nederland.